Ja, mijn beste vrienden, Paramaribo, groeten met Gronta, Piggy, Brassa en Prisiri. En ik moet u meedelen dat de lolly verspreid wordt door heel Suriname. En de regering is net bezig geweest om een gigantische lolly te verspreiden in de rechterlijke macht. Daarmee bedoel ik dat u de krantenkoppen en de berichten zal tegenkomen waarbij formeel rechters bedragen tot 2 en 3 ton SRD zullen incasseren met terugwerkende kracht. Sommigen vanaf 1 januari 2020. 21, andere vanaf 2022. Beste vrienden, het is verschrikkelijk. Er zijn 3 machten in het land. U kent de trias politica nu uit het hoofd. De rechterlijke macht, de wetgevende macht en de uitvoerende macht. De wetgevende macht, dat is de DNA, sorry, dat is DNA. En de regering, zo is het in Suriname. De uitvoerende macht is de regering. En de rechterlijke macht, ja, dat is de staande en de zittende magistratuur. Mijn beste vrienden, deze gigantische bedragen die zijn uitgegeven en uitgetrokken en rechtstreeks gaan naar die rechterlijke macht, die trekken een scheve verhouding in een land waarbij de mensen zwaar pinaren. Het is eigenlijk misdadig dat dit gebeurt. Al is mijn pina. En dan ga je ineens rechters tonnen geven. Hun salaris gigantisch optrekken. Verzorgend personeel. Biggie, ik moet een beetje hebben. Onderwijzend personeel zeggen. Boy, we komen niet uit. Mensen verdienen 3000 en 5000 SRD. Dan trek je ineens die verhoudingen tussen die rechterlijke macht en de samenleving, het volk, gigantisch ook. Dat betekent eigenlijk, laat me het zo zeggen, het heeft bij mij, bij ons hier, lijkt het op een omkoping. Maar dat woord past niet bij de rechterlijke macht. Dus die kan het eigenlijk niet uitspreken, maar wat is het dan? Waarom kijkt Sandopi met Mama Lessie naar die samenleving die op allerlei manieren wordt bestolen en bedrogen en opgelicht? Denk maar aan wat er onlangs gebeurde bij de SLM. Denk maar wat er nu aan het gebeuren is bij de EBS. Denk aan al die andere zaken. Er komt nog een gigantisch grote zaak eraan. Dat weet u, heb ik gezegd. Het komt eraan. Die bom zit op je mond en het gaat bossen. Beste vrienden, in deze tijd is het toch geen moment om gigantische bedragen aan wie dan ook te geven in het parlement. Onze DNA wordt gediscussieerd over dubbele salarissen. Iweda denkt toch, die mensen krijgen, anderen krijgen 3, 4, 5 salarissen. En er is geen quorum verleend. Tot 2 keer toe. Dat wil zeggen, quorum, Mataki, er zijn niet genoeg mensen om die vergadering doorgang te kunnen laten vinden. Dat wil zeggen, die jongens die daar zitten, zijn tegen dat initiatief. Ze zijn tegen, en wij kunnen daaruit concluderen, dat iedereen daar zit om zo'n zakken te vullen. Maar dat wisten we. Alleen het wordt nu voor je gedrukt, zodat je het zegt, maar je moet dat niet vergeten. Men zit daar niet voor jou, ook al heb je ze daar gezet als volksvertegenwoordiger. Ze zitten voor zichzelf. Beste vrienden, het is roekeloos van de regering om dit te doen.
Het is gewoon waardeloos als we een oordeel moeten vellen over de ethische waarde die dat ding heeft. Het is waardeloos. Het land is praktisch stuurloos. En er zijn lozen zijn er meer. Man, wat voor lozen heb ik hier? Het volk is hopeloos. En dit ding is een complete rommeldoos. Dus trek het hoe je wil. Het is niet goed. En daarmee zegt onze man Chandrika Prasad Sandopi dat hij eigenlijk niet groot is, maar klein. Want alleen als je klein denkt, kan je handelingen plegen die rechtstreeks indruisen tegen de werkelijkheid van Allah de Libi. This my pina. Hoe kan je het in je hersens halen om anderen in die samenleving zoveel geld te geven? En dan is er nog iets anders, hè? Want ook die rechters, wat je kan geven, maar ook die rechterlijke macht zou kunnen zeggen van, hey, maar, ja, maar luister nou, luister nou. Hey, kijk nou, wij zijn voorlopers in die democratie. Wij kunnen dit niet, wij moeten even temperen. Dat ding gaat, de gever en de ontvanger toch, die moeten overeenkomen. Maar even je geven om, je geven om. En die ontvanger, et tekie nomo, et tekie nomo. Nee, Geers, Melissa. Beste vrienden, roekeloos, waardeloos, brengt het land naar stuurloos. Volk is hopeloos. En dit hele ding, Suriname, is een rommeldoos. Een patja-patja-doos waarin de leiders niet weten te leiden. De grote mond van Sandopi heeft hij omdat in de grondwet die president veel macht heeft. Hey, nou kijk één ding even. Die grondwet is gemaakt in 87 met de hete adem van de militairen in de nek van de mensen die het maakten. Die president die in die grondwet staat, hè, die daar staat beschreven met al zijn mogelijkheden en zijn geweldige voordelen en je kan hem niet afzetten enzovoort. Hè. Al dat soort dingen die die president zo sterk en machtig maken in Suriname, komt omdat men vanuit die gedachte van 87, gestuurd door de militairen die nog steeds de power willen hebben, kijk, dat ding heeft te maken met die militaire dictatuur die gevestigd zou worden en ook is gevestigd. En tijdens de tijd van 10 jaar geleden, de laatste regering, heb je gezien dat daar ook een soort dictatoriaal gezag getoond werd. Hè? Je kan namelijk niks doen met die president. Zoveel macht hebben we hem gegeven. Maar rustig, vie. Die grondwet is gemaakt om hem die macht te kunnen geven. En omdat al die mensen in ons land af wilden van die militairen, hebben ze verder alleen maar gezegd van ja, oké, accepteer die grondwet weet je, hoe noemen ze dat? Volksraadpleging, accepteer het. En alle andere regeringen hebben toen gezegd: eerst dat dat is, we hebben het geaccepteerd, maar we gaan het veranderen, we gaan het veranderen. En die verandering is vanaf 1987 tot nu nooit gekomen. Dan weet u dat. Die verandering is nooit gekomen. Wat dus die president nu doet, is misbruik maken van de macht die hem is gegeven. Hij breekt allerlei dingen open. Hè? Het is gewoon, man heeft zoveel macht. Dat een man kan brokken als statuut voor staatsolie, toch? Dat man wordt een vrouw, dat is het eerste. Hè? Je man maakt een instituut voor de worst lady en ze krijgt een stempel en ze krijgt dit en ze krijgt. Hé, hey, dat is de macht van die president. Die worst lady, dat moet ik tegen jullie blijven zeggen, heeft geen enkele constitutionele relatie met Suriname. Dat wil zeggen, als die mevrouw naar u toe komt op uw ministerie en u komt vragen, wilt u dit voor me doen en wilt u dat voor me doen, kan je gerust zeggen, mevrouw, we hebben geen enkele constitutionele relatie met u, dus komt u mij helemaal niks vertellen. U bent de echtgenote van Sandopi en dat is het. Weet je,
Maar natuurlijk, beste vrienden, niemand die dat durft. Niemand die het gaat in zijn hoofd kan halen. Want u weet wat de kracht is van deze president, hè? Rancune. En dat niet alleen maar van de president, ook van de vicepresident. Rancune. Waar het mogelijk is, worden journalisten aangetrokken en krijgen een goed salaris. En die houden voor de rest van de tijd hun smoel. Ja, jongens. Deze opa kan dat zeggen. Je houdt je smoel. Je durft niet meer je mond openmaken. Want wie's brood men vreet, wie's taal men spreekt. Oké? Dat Natori. Daarom is eigenlijk, moet je de onafhankelijke journalistiek hebben. En daarom zijn we zo blij met social media. Want als social media er niet was, waren we in Suriname helemaal platgewalst. Door social media en door onze familie en vrienden die de zaak besturen. Hè, op Facebook, op YouTube. En zo. Daardoor proberen we nog een beetje balans te brengen in dat geheel. Maar u mag rustig van ons aannemen. Als SM er niet was, waren we kapotski. De regering is onverantwoordelijk bezig. Geweldig onverantwoordelijk. Dus niet alleen dat Sandopi zijn vrouw een groot deel van die macht geeft, maar alles zit in de war. De grote vraag blijft, lieve vrienden, de grote vraag blijft, en u gaat me weer horen, en ik ga u ook horen, de grote vraag blijft, wie is de spil, de tarantula, in de SLM-casus? Stuma tegi de han tak amupai prenob bisesur. $17,500. Wie heeft het gezegd? Wiens opdracht heeft de Haan Kakaforu gehandeld? Daarom is hij weggerend, beste vrienden. Want moet tegen ons zijn? If you know your antimony in Afulong, waar heb je dat? En dat hele argument van er liepen mensen in zijn tuin, in afgerasterde tuin liepen mensen en hij was bang. Beste vrienden, is een fabeltje, is een fabeltje. Waar het om ging en waar het om gaat, is dat deze Kakaforu mocht niet praten. En daarom hebben ze hem met alle mogelijkheden zodanig gemanoeuvreerd dat hij kon vluchten via Frans-Guyana naar Nederland. Waar wij weten dat hij daar een pand aan de binnenweg nummer 10 heeft verkocht voor 250.000 gulden, terwijl het pand $500.000 waard is. Beste vrienden, begrijpt u wat er gebeurt? Van Prenobe hebben ze gezegd tegen u. We hebben die paspoort van hem. We hebben het paspoort ingehouden. En hij mag niet uitreizen. Prenobe wordt gezegd. En dat moeten we even controleren voor u. Prenobe is ook gevlogen. Beste vrienden. Er mag niet gesproken worden. Dus de man mag takkie. Want dit man takkie. Dan ga je waarschijnlijk ineens schrikken. Wanneer je ziet dat. Hey, dat is niet tarantula.